Bij de tennisvereniging in de Stevenshof werd vrijdagavond het startschot gelost voor de 9e Leiden Ladies Run. Na een gedegen warming-up liepen ruim 900 dames 5 of 10 kilometer door de wijk en zamelden hiermee geld in voor het goede doel. Vlak voor de start mocht de stichting Muco & Friends een cheque van €8400 in ontvangst nemen. Muco & Friends, dat is een stichting die geld ophaalt door middel van aapverkoop, onze mascotte, bekendheid geven aan CF. En met de verkoop van de mascotte steunen we onderzoeken die in Utrecht gedaan worden. En alles gaat regelrecht naar de professor toe. Hoeveel deelnemers zijn er over de startlijn getrokken? 945 deelnemers. Ik ben super trots. Dit jaar kon er voor het eerst ook gewandeld worden. Was het een succes? Waren er mensen die zich ingeschreven hebben? Voldoende? Er waren voldoende mensen. Dik over de... Ja, ik denk dat we tegen de 200 zeker aan zaten. Dus dit gaan we zeker meenemen voor volgend jaar weer. Op het erepodium van de 5 kilometer stonden dezelfde dames als vorig jaar. Jolijn Zwager was het snelst, gevolgd door Honorata Massapoes en Charlotte van Veen. Hoe ging het? Ik was niet heel fit, maar ben blij dat ik toch heb gewonnen. Maar de nummer 2 die liep aan kop tot denk de helft en toen gaf ze opeens op en toen dacht ik doorgaan. En het is gelukt. En nu volgend jaar team? Dan moet ik van Lieselotte van den Berg winnen. Dat wordt heel moeilijk. Voor het 8e jaar op rij kwam Lieselotte van der Berg als eerste over de finish bij de 10 kilometer. Wat is jouw geheim? Heb ik een geheim? Ik weet het niet. Gewoon lopen. Ik heb deelnemers gesproken van de 5 kilometer die zeggen, ja, ik ga geen 10 doen, want van Lieselotte win ik toch niet. Ook van de 5 zou ik ze volgens mij ook verslaan. Misschien kan je volgend jaar 5 lopen voor de verrassing. Ja, kan. Ik ben heel snel klaar. Hey, hoe ging het? Het ging wel goed. Ik vond de wind viel me nog wel mee eigenlijk. Het blijft wel veel bochtjes en heuveltje op, heuveltje af. Maar nou ja, eigenlijk wel een prima loopje vandaag. Ja. Nou, heb je dochter vandaag ook gelopen? Hoe ging het bij jou? Goed. Vertel eens, hoe was het om mee te lopen? Dat is wel leuk, ja. Ook wel moeilijk. Ja, wat was er moeilijk? Ik heb nog nooit 5 gedaan en dat is de eerste keer. Nou, Mika heeft cystic fibrosis, Thai slime ziekte. En dankzij hem, ik wilde eigenlijk gewoon iets op poten zetten om geld voor onderzoek. Er is nog geen medicijn. Dus ik wilde iets doen. En zo ben ik via mijn vriendin Mariska zijn we bij Carla terechtgekomen. Hebben daar op de bank gezeten. Heb ik mijn verhaal gedaan. En toen kregen we een telefoontje dat wij het zijn geworden. En we moeten nog eventjes aandacht vragen voor een loop.